Hey, beste kijkers van Goldie Games. Welkom bij een nieuwe DHD Survival. Ik ga vandaag, wat ga ik vandaag doen? Ik wil vandaag even met een nieuw gebouw, een nieuw huis bezig eigenlijk. Want ja, dat huisje, het was toch wat te klein voor mij. En ik gebruik het gewoon als vakantiehuisje of als uitzichthuisje. Wat dan ook, even kijken wat ik ervan ga maken. Het wordt waarschijnlijk wel iets, ja, ik ga hier van alles bouwen. Dus ik ga vandaag met een nieuw huisje bezig. Zeggen ze alweer een nieuw huisje. Ja, gewoon een huisje. Ik wil hier gewoon verschillende gebouwen eigenlijk in deze omgeving bouwen. In verschillende stijlen. Nou ja, ik hou wel één stijl aan, maar verschillende soorten gebouwen. Om zo dat zo te zeggen, zeg maar. Dus we gaan even verder lopen. We hebben sowieso wat hout nodig. Ik heb als het goed is, ik heb al wat chests neergezet. Ik ben al in bezig geweest, dus dat scheelt weer. We gaan even wat hout zoeken. Ik heb sowieso ook wood nodig. Spruce wood nodig. Ik heb eigenlijk van alles zo. Weet je wel. Het is weer een regenachtig dagje vandaag. Valt me wel vaak op. Meestal als ik probeer hier te recorden op deze server is het altijd regenachtig. Ja, het is hier niet dat ik hier de regendanters ook doe of dat soort dingen, maar hier doen jullie het ook. Weg. Hup, dood jij. Jij ook dood. Nou, jou laat ik leven, vooruit. Dat loopt niet voor mijn poten. Even kijken, heb ik hier nog ergens boompjes staan? Nou, helemaal niet. Geen boompjes bij me. Ah, kijk. Tot zien, dan bewaar je hier nog allemaal boompjes. Dus dat doe ik als wel herplanten. Maar ik ga vandaag dus zoals gewoonlijk. Ja, het is nu voor niks survival. We gaan vandaag weer eens beginnen met hakken. En wat valt mij nou aan? Ga weg, spin. Hup. Zo, dood jij. Daar hebben we ook niks aan. Even kijken. Nou, hier nog een boompje. Want ik lijkt bijna wel houthakker. Even kijken. Zo. Nou, tuurlijk kunnen we er weer eens bij komen zoals gewoonlijk. Nee mensen, het is alweer bijna eind januari, dat schiet op. Dus voor je weet, is het alweer februari. Heh, ik kom weer bijna jarig, dat gaat echt snel. Dat gaat zeker snel. Ach ja, ja zoals jullie zien, is het weer een nieuwe DHD. Ik ben waarschijnlijk van plan om dit voortaan één keer in de twee weken te doen. Omdat ja, ik ben nog met zoveel projecten bezig en ik zit hier niet zo vaak meer op. Ik zit hier elke week nog wel even op, maar niet meer zo vaak. Dus ja, wat vinden jullie? Moet ik vaker? Moet ik gewoon weer elke week DHD uploaden? Of is het gewoon weer bam? Hey, één keer in twee weken. Je hebt genoeg series. Doe het maar zo. Jullie mogen bepalen. Ik maak er wel even tijd voor vrij. Want ja, wat ik zei, ik heb het best wel druk de laatste tijd. En voor jullie heb ik natuurlijk altijd over. Want ja, jullie steunen mij door dik en dun. En daar hou ik natuurlijk van. Daar doe ik het voor. En dat respecteer ik natuurlijk. Voor de rest gaan we even gezellig verder met een huisje bouwen. Als je bouwen, boompje hakken, what the fuck. Ik wil al te snel. Oh, zo te zien is Joey ook alweer bezig geweest. Hier gaat Joey namelijk wonen. Joey is een casa. Hallo meneer zombie. Oh, is dat hoge boom? Hey. Gratis boompje. Kijk, dit vind ik echt ideaal. Ik vind het zo ideaal, hè, van die 1.7.2. Ik kan gewoon zulke hoge bomen maken. Ja, dus dat hebben jullie ook al gezien bij mijn Socialcraft serie. Dat ik ook voor die hoge bomen tree farm heb gemaakt. Moet ik hier natuurlijk ook nog maken, een tree farm. Ach ja, van alles. Ik heb ook nog een XP farm moet ik hier nog maken. Ik moet hier nog van alles maken eigenlijk. Maar ja, er is gewoon... Hey, weet je wat? Misschien ga ik dat straks alleen doen. Laat ik jullie even snel de Ender farm kijken. Want hier zit gewoon een fucking Ender farm waar je gewoon XP kan farmen. En ben je binnen een paar minuten ben je gewoon weer level 30. En het gaat gewoon fucking snel. Hij is echt ook nice gemaakt, zeg maar. Misschien moet ik later ook maar wat met die bomen of zo maken. Op zich, ja, hoge bomen. Je kan er wel iets leuks van maken. Wat vinden jullie? Moet ik een keer zoiets doen? Ja, waarom niet? Ik hoop dat het hoog genoeg is. Ja, dus hoog genoeg. Komt mooi uit. Nee, hey, waarom is het niks zo licht? Oh, natuurlijk. Ik haak wat weg. Dan is het wat lichter, denk ik. Even kijken. Dan halen we dat weg. Nou moet ik omdenken. Zo. Kan aangaan. Misschien sprucewood. Heb ik bijna even twee stacks eruit gehaald. Volgens mij wordt het zelfs al twee stacks. Nee, ik denk dat net niet. Ach, dan hebben we in ieder geval genoeg. Want ik heb dit namelijk nodig. Ik ga de sprucewood gebruiken voor het dak. Ja, dan komt een heel mooi dakje op. En voor de vloer natuurlijk. Dus ja, het is even wat anders. Ik wou weer eens wat anders maken. Klaar. Huppakee. Als ik slim ben, dan plant ik even wat nieuwe dingen terug. Anders hebben we straks geen bomen meer. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Hé, je kan toch een keer stoppen met regen of zo. Damn. Damn, boy. Even zo. Nou, hier staan ook al vier van die dingen. Dus ik denk dat... Ik gok dat Joey dat gedaan heeft. Ik ben er ook bij mezelf even vragen of ik een keer mee wil doen. Hij doet wel vaak mee met Socialcraft, maar ik zie hem hier bijna eigenlijk nooit online. Hetzelfde eigenlijk met Jerry, zie ik bijna nooit meer. Ja, die is verslaafd aan een nieuw spelletje, maar die komt binnenkort wel terug. Want er komt een nieuwe custom map op mijn kanaal. Die ga ik samen met Jerry doen en als het goed is doet Joey ook mee.
En met waarschijnlijk nog iemand erbij, maar dat zien jullie wel op mijn kanaal, dus houd het even in de gaten. Even kijken, zo. Ik ga ook weer deze week beginnen met FIFA te recorden. FIFA Ultimate Team, ga ik weer mee beginnen. Dat is alweer een tijdje geleden. En natuurlijk de hele reeks gaat straks binnenkort beginnen. Die gaat als het goed is eind januari. Eind januari, man. Dat is het deze week al. What the fuck. Dat is deze week al. Ik ga volgende week ga ik Halo 4 uploaden. Wanneer weet ik nog niet. Dus houd het even in de gaten. Dan ga ik de eerste story mode uploaden. Dus komt wel goed. Laten we even kijken. Ja, oh, ik heb weer nu... Kijk. Ik had dit eigenlijk even vrijgemaakt om hier een klein treeformpje te maken. Maar misschien wil dat wel. Als ik nou even... Zo, daar een sublinkje plaats. En dan... Moet ik er voor mij wat afstand tussen laten? 1, 2, 3, 5, 6, 7, nou, zoiets of zo. Nou, dat is maar eentje. Nou. En dan heb ik eigenlijk nog wat normaal hout nodig. Dus we gaan even kijken of we hier nog wat normaal hout... Ah, kijk eens, voldoende. Maar neem ik haast gewoon wat saplings daarmee naartoe, want daar ben ik toch bezig. Kom wat boompjes bij kappen, want dat wordt ook alles nog niet zo goed gedaan. Dus even kijken... Ik zou binnenkort denk ik eens even kijken bij de andere mensen. Dat vind ik ook wel eens een keer leuk. Dus even zien wat andere mensen zo hebben gebouwd. Misschien een vraag ze hebben in de call te komen. Weet je, wat vinden jullie? Of ja, misschien zitten jullie toevallig op het DHD server. Zeggen van, hey, kom even bij mij langs. Kom maar even kijken. Hey, Laurens, ik wil even wat laten zien. Kom nou even kijken. Ja, prima, is goed. Laat maar achter een reactie. Of neem even contact op mij. Want de meeste mensen heb ik al op Skype. Op Skype, hè. Ja, dat weet je niet. Tegenwoordig wordt alles met Skype gedaan. Ik kan me eigenlijk wel herinneren dat vroeger MSN zo had was. Ja, ik ben zelf 26, dus ja. Toen was MSN nog wat. Dat was echt hip. Dat was echt, dat was een bom. MSN, weet je wel. Altijd van die leuke fences en dat soort dingen. Dat was echt old school. En ja, nou is alles veranderd naar Skype. En ja, soms mis ik het nog wel eens hoor. Het is gewoon jeugdsentiment die tijd om zo te zeggen. Ik denk dat de meeste, ja, MSN, hoe lang? Ik denk dat MSN al 3 jaar niet meer is. Ja, de website bestaat geloof ik nog wel. Alleen ja, de messenger is niet meer. Hotmail is Outlook geworden toen. Dus er is in de laatste tijd is er zoveel veranderd. Mensen dingen, zoals Hives. Ja, vroeger had je Hives. Dat is, vorig jaar is dat veranderd in een Hives Games. Omdat ja, het was meer populair en... ja, het was eigenlijk, Hives was een beetje beroemd omdat Facebook er nog niet was. Facebook was een hip, dat was meer internationaal en zo. Bepaalde dingen en zo. Maar tot langzamerhand werd het meer populairder eigenlijk, Facebook. Dus ja... Toen ben ik, ik had Facebook heb ik al heel lang tijd en ik heb verschillende dingen eigenlijk gehad. Ja, ze maken een beetje reclame van Facebook, maar ja, boeien er maar niet uit. Facebook, ja, het is handig om, je houdt wel contact met anderen, vind ik persoonlijk. Natuurlijk, je kan het wel via Skype doen en zo, via WhatsApp, maar ja, het is gewoon, meestal is het zo of ze reageren niet. En via Facebook, ja, dit kost geen geld eigenlijk. Je kan gewoon ook met elkaar in contact houden. Ik heb met heel veel oude kennis en vrienden heb ik gewoon contact via de Facebook, dus dat is echt wel... Ideaal. Ja, zit om dus een beetje Minecraft te spelen en hebben over Facebook. Niet normaal, maar ja, het is gewoon even een onderwerp, weet je wel. Even kijken, volgens mij heb ik eerst wel even voldoende hout. Ook goed. Ik denk dat ik even wacht nog even tot die saplings komen, want ik weet niet of ik heb 1 sapling. Zo, zeg. Hey, 1 sapling. Nou, dan hebben we wat dan. Ik wil er meer. Meer. Saplings. Hey, appeltje. Kijk, saplings. Mooi. Nog meer saplings. Nog een appeltje. Ja, we zijn ook wel hard op zoek naar villages. Naar zombie villages, eigenlijk om zo te zeggen. Om die even te veranderen terug en dan hier eigenlijk zo'n village farm ook te maken. Dus maak om emeralds en zo te krijgen. En natuurlijk, ja, van alles eigenlijk. Maar ja, kom eens een keer één tegen en dan sla je weer wat te hard en is je dood. En dan denk je van, ja, kut. Waarom heb ik dat nou weer gedaan? Maar ja, gelukkig lopen er hier nog wel meer rond. Ik vind op zich, ja, ik vind het wel leuk omgeving. Ik zie dat hier ook nog, als ik het goed heb, gaat via die... watervallen zit er boven, zit geloof ik een skyblock uit mijn hoofd. Ik weet niet zeker, maar volgens mij zit daar een skyblock. Misschien moet ik daar ook nog eens een keer wat gaan bouwen. Dat is wel awesome. Even kijken, nou hallo koe. Mag ik er een bij? Ik wil een paar boompjes planten. Ciao. En dan zijn we naar de kant. Ja, ik kan nog herinneren dat hier waren helemaal geen dieren meer. Ik heb hier koeien, heb ik verderop toen nog helemaal opgehaald. Dat was echt zo'n pokkind. Paarden ook, die heb ik helemaal verderop opgehaald. Het enige wat hier eigenlijk liepen was die kippen. Die kippen. Huh? Oké, koeien bij de kippen. Nou, dat kan ook nog. Maakt niet uit. Ik neem sowieso even 1 sapling mee, want ik moet natuurlijk niet op. Ik zal even snel wat eten, want ik zie dat ik weer foodbar mis. Hallo, koetjes. Ja, ideaal. Koetjes, je hebt leren heb je bijna tegenwoordig al voor alles nodig.
Dus ja. Wat ik binnenkort ook trouwens ga doen. Ik ga binnenkort denk ik maar eens met een snapshot bezig. Met een snapshot even bedacht. Even kijken wat er nieuw is. Dat ga ik dan samen met Joey doen. Dat wil je mee, graag meedoen. Zei hij van, ja, hey, Laurens, ik doe wel mee. Is goed, dat is prima. Je mag meedoen hoor, geen probleem. Dan zie ik dat hier ook nog een boom staat. Als ik hier nog kan zijn, weer ga. Dan is dat in ieder geval ook weer gedaan. Kijk, zo. Nou. Ik zal binnenkort Jerry ook weer eens even naar zijn jasje trekken van, hey Jerry, de kijkersmissie, je rage moment en alles. Dat doen we weer eens even gezellig mee, man. Die heb ik al een tijdje niet meer gezien. Nou kijk, zo, dit wordt mijn Mikasa. Dit wordt Mikasa. Ik ga eerst de vloer even snel even gedeeld afmaken. Dan dak doe ik later wel. Want ja. Ik heb trouwens ergens nog een huisje gemaakt. Die kan ik straks waarschijnlijk ook nog wel even laten zien. Het is toch, we zijn nog maar net bezig, dus het maakt op zich niet zoveel uit. Even kijken. Ja, als ik, weet je wat, ik zet deze vloer erin. Zo, vloer er even in. Dan leg ik al mijn stuff leg ik in de kist. Dan ga ik eerst even naar de... Eén huisje wat ik heb gebouwd op de Project Island. En daarna ga ik even naar Ant Farm. En is volgens mij de video ook weer lang genoeg geweest voor vandaag. Ik zet alles even in. Nee. Dammit. Nou ja, ik zet alles hier even in. Zo. Even kijken. Dat erbij. Dan gaan we eerst even naar, want als het goed is, is het slash warp project island. Als die het nog is. Warp project, is die nog? Die is er nog. Kijk dan. Ja, hier hebben ze in ieder geval een spawngebouw gemaakt. Die staat daar verderop als ik het goed heb. Hé, wacht even, dit huisje heb ik ook nog gemaakt, immers. Ja, dit huisje heb ik ook nog gemaakt. Ja, we moesten even snel wat bouwen. Hey, boekers, maak even een pad, maak je wat moois, leuk projectje, wie doet er al mee? Yay! Ja, dus, nou, dus, weet je wat, ik loop er wel even snel heen. Kan wel effies. Het kan wel effies, wat maakt het ook uit? Het is gewoon een gebouw wie iemand heeft gemaakt ofzo, dus. Even kijken, lopen we hier even langs. Laat het gewoon even zien, kan me ook niks schelen. Zo. Kijken, wat een pad omhoog man. Dammit. Om hier zo te zien naar binnen en heb je hier weer een pad omhoog. Even kijken. Nou, het is een leuk gebouwtje geworden, vind ik. Ja, ik vind hem wel netjes. Ik vind hem nice uitzien. Hebben ze het leuk gemaakt? Ja, ik werkte eraan, maar ik vond het wat te klein om hier te bouwen. Omdat ik meestal op grote projecten werk. Hierboven kun je onder de trap van de makers. Hierboven kun je een mening geven over de staf. Nou, staf, bla bla bla. Hier kun je, hou het officieel netjes, plaatje en botjes, bla bla bla. Beetje jammer dat hij me altijd negeert. Ontwijkt, oké. Okay. Oh, en niet je eigen naam erbij zetten, kom op. Ik zou gewoon mijn eigen naam er dan bij zetten. En dan waren er onderstonden mensen van de bouwers, geloof ik. Dus kunnen we gelijk even kijken. Of hier wel echt achter wil zijn. Dit project is gemaakt door Michael Perfect Gamers. Paasje, Pet, Hero en Dimitri Bal. Gehaktbal, mooi. Nou, dat is het dus, oké. Nou ja, dat is mooi, dan gaan we hier ook weer weg. Gezellig, we gaan weg. Gezellig. Even kijken, dan gaan we hier langs. Mooi, het hele pokke. Weet je wat, ik neem even een korte route, want ik heb geen zin om weer het hele rondje rondlopen. Auw. Nou ja, een beetje pijn. Ai, van pijn wat je had. Hé, hey, wat is dat daar dan? Wat is dit dan? Wie heeft dit gemaakt? Oh, er mist een glas uit. Oh, grief. Geinig. Mooi, we gaan weer even verder. We gaan weer even kijken. Dat hier nog een, ja, een apart huisje eigenlijk gemaakt. Ik denk van, what the fuck, ik gebruik eens van dit. Zie, jullie zien hem al. Ik gebruik eens een keer wat anders soorten hout, weet je wel. Ik weet niet wat voor texture pack misschien mooier is, maar ik gebruik zelf John Smith. Laten we even kijken. Hier langs, ik laat het gelijk wel even zien, want daar ben ik eventjes mee bezig geweest. Weet je wat, ik had zoiets van fuck it, laten hun daar mee bezig gaan. Dan ga ik daar wel bezig. Maar dat huisje heb ik dus gemaakt. Dit huisje, met alle resources wat ik een beetje had. Ik vond hem wel schattig, ik vond het wel een schattig huisje eigenlijk. Lekker knies, misschien ga ik hem ook nog zoiets nog wel maken in mijn eigen dorpje. Maar ja, verschillende etages om zo te zeggen. Kijk, hier heb je nog wat bloemetjes. En dan heb je hierboven de slaapkamer dan. Ach, weet je wat? Dat vond ik wel leuk. Dan ga ik voor de rest ga ik nou even snel naar home. Homie. Naar mijn eigen homie. Dan laat ik hier de Enderfarm nog even zien. Ja, ik kan wel warp... wat was het? Warp Spleef, geloof ik doen. Ja, waarom zou ik dat doen als ik mijn eigen Enderfarm hier heb? Dood jij? Tja. Even weer wat eten. Even kijken. Dan gaan we hier weer naar beneden. En jump. Zo, kijk, hey, pro, hè? Pro, niet doodgaan. Jungleboompje. Ik ben ook even wegkap. Moet er weer even wat saplings hebben. Dus kijk, we mijn jungle trees. Het is op zich wel leuk hout om mee te bouwen. Maar ja, ik heb nodig van mijn cacao tree. Farm. Hier was het volgens mij. Ja, hier.
Hou gezellig naar beneden. Even kijken. Ja, moet hier langs dus. Ga ik aan het redden. Bijna dood. Geen optie dat ik dood kan. Nou, ik heb ook geen weten. Ik wacht even tot ik geregenerate ben. Nou, weet je wat? Ik zou sowieso niet doodgaan. Ga ik vanuit. Ja, dan moet ik hier langs. Geen tape ja geven of accepteren in deze gang. Nee, want dan ga je dood. Duh. Dat zou wel geinig zijn trouwens. Als iemand gewoon zegt tegen mij van... Hey, Gonzalo. Hi, ben je net ervan? Ja, ben ik. Tape ja is goed. Dan ben ik dood. Nee, dat is een beetje naaierig, hè. Dat is niet collegiaal om zo te zeggen. Maar het is niet... Hoe noemen ze het? Geen community gevoel noemen ze dat hier. Dat is een beetje DHD community om zo te zeggen, maar dit gaat lekker snel zo. Het ideaalste ding, alleen je hebt heel snel weer honger. Dan miste volgens mij een stukje glas als ik het snel had gezien. Dus er heeft iemand gegrieved. Weer een grieven. Hoe aardig wat grieven stegen vandaag. Nou, kijk, als admins nou deze video zien, dan weten ze gelijk wie ze moeten bannen. Of dat ze moeten controleren. Kijk, nou, heb opschieten. Ja, doe maar. Nee, ik heb. Oh jongens, kom maar op. Hup. Ja, wat is het? Nou, fuck it. Kan ook wel eens dat ik een beetje lag, maar kijk, nou dat wel. Voor mij ben ik er bijna. Even kijken, zijn we er bijna? God, heb ik weer honger. Dat is wel een beetje het nadeel hier. Waarom kunnen ze hier gewoon geen trial? Nee, natuurlijk, dat kan ook niet. Als er mensen heel lopen, dan zit je natuurlijk met al die bendes en al die trials, kan ik wel begrijpen. Maar ja, je moet er ook een beetje voor over hebben, want mensen die aan deze deze spawner hebben geholpen, zeg maar, die zijn er heel lang mee bezig geweest en die hebben heel veel werk erin gestoken. Dus ja, dan moet je er ook wel wat voor over hebben, vind ik persoonlijk. Oké, is het veranderd? Oh. Ja, verdomme, het was hier normaal een trap, maar oké, dan kan je dus niet meer omhoog, dus dan moet je gewoon slash over. Maar ja, zoals jullie zien, moet je zien hoeveel die staat. En het is gewoon allemaal één klap. Hij is één klap, allemaal dood, en we zien hoe snel die XP gaat. Oké, level 14, goed zo, hartstikke mooi. Moet je zien hoe snel dat gaat. Er is gewoon hier, dat mag trouwens in de krant, er is hier gewoon fucking niemand. Welkom, Jusbram. Welkom dat je gebruikt van zijn korting. Nou ja. Oh ja, dat is ook zo. Wil je op de DHD server, jongens? Er is nog 50% korting. Kijk eens even op de kanaal en zo. En dan. Dan moet het wel goed komen. Zou ik zelf zeggen. Maar even kijken, wie is dat? Melle de best. Hallo, die staat al weg. Die schrikt er voor mij. Nou, ook leuk. Nou, dit is zo te zien. Is dit dus de Ender Farm? Nou, dus wat staat hier? Er staan wat regels en zo. Je mag niet op glowstone staan. Dus je mag niet in het midden staan. Je mag geen knie grieven. Dat is een standaard. En Vil is weg. Zal ik dan zo vrijgevig zijn om dan... Nee, dat doe ik. Nee, ja, dat doe ik wel. Even kijken. Zal ik er even zien? Even kijken. Voor mij moet ik... Nee, daar heb ik niet genoeg iron voor. Want ik heb zelf niet zoveel iron. Weet je wat? Ik doe het wel een andere keer als ik wat meer spul heb. Nou ja, zoals je ziet heb je hier de makers een beetje. En de farm betrayal. Bla 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 bla. En de bla bla bla. Zoals het goed is staat hier ook iemand dat is een dikke diehard. Even kijken. Roel van den Berg, dat is een diehard. Dus Roel van den Berg, hey, je bent altijd goed bezig. Het is ook voor mij degene die bovenaan staat met AR leaderboard. Kijken. Hey, Jelle staat er ook weer in. Hoeveel nou, 12 dagen, ik kan nagaan. Ja, ik kan wel laten zien dat ik niet zo vaak online ben. Want ik check, zie maar 4 dagen, 4 uurtjes. Dus, of tenminste 3 dagen, 3 uurtjes, 50 minuten. Dus valt op zich mee. Maar mensen, ik wil bij deze... Oh ja, ik laat hier nog even snel de handelkamer zien. Is ook eens een handelkamer. Gewoon om te zetten, breed doen, bla bla bla. Nou ja, klaar. Hier, ander kamertje. Hé, hij is kapot. Oh nee, klopt wel. Moet je van die en die. Dus ja. Nee, maar dat was mensen. Hé, mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet de blauwe duimpje. Wat ik al zei, ik ga het nog één keer melden. Bij de 150 subs ga ik een invite weggeven voor de DHD server hier. 175 subs. Ga ik een invite weggeven. Ja, ik kom niet alleen mijn woorden. 2 invites weggeven voor de SocialCraft server. Bij 200. Ga ik weer opnieuw een DHD server invite weggeven. Dus zet deze video op favorieten. Voeg me ook even toe op Twitter. @GonzieGames. Voor alle updates en dergelijke dingen. Dus het komt wel goed. Voor nu zeg ik mensen bedankt voor het kijken. En later.